En toen zei ze eigenlijk tegen meneer via excuses. Kunnen we het schaap voor je invullen? Sorry, het spijt ons. En die meneer stapte direct agressief uit. En die zei direct van ja, de buur kan je niet uitkijken. Dit, dat, ze, zo. Dus ik hoorde dat. Dus ik dacht bij mezelf van mijn vriendin doet heel vriendelijk tegen die man. En waarom doet die man zo agressief? Dus ik wil uitstappen. En voor ik het weet stond die man voor mij. En toen trok hij eigenlijk de deur van mij verder open. Dus hij trok helemaal aan mijn arm aan de voordeur. En toen schoot ik hem eigenlijk uit en toen kreeg hij direct een klap. Nee, ik had hem uitgeschoten voor de biel en hij trok helemaal aan mijn deur. En mijn arm ging helemaal mee. Dus ik wou al half uitstappen omdat ik eigenlijk een ruzie hoorde. En toen kreeg ik direct vol een klap hier om mijn hoofd. Waarom hij dat deed? Ja, weet je, ik had hem al uitgeschoten. Dat is, weet je, natuurlijk is dat niet netjes, maar ja, hij trok helemaal aan mijn deur met mijn hele arm ging mee. Het was geen bitchclap of een duw of iets, het was gewoon echt een bab. Maar ja, ik had hem al uitgeschoten voor de buurt, en hij heeft echt uit, ja, aan mijn deur trok natuurlijk, met mijn hele arm mee, en ik wou gewoon normaal uitstappen. Dit is het, ja, dit is het. Dus op een gegeven moment kwam de politie erbij. En we gaan het formulier invullen. Dus ik kreeg al gehaald worden dat meneer dat niet wou. Waarom niet? Ja, waarschijnlijk omdat het schadelijk bij zijn auto gewoon zo klein was. Een van ons waarschijnlijk ook. En misschien dacht hij van ja, als ik nee zeg, dan denkt hij nog bij zichzelf van oké, hij gaat geen aangifte doen. Maar ja, dat ga ik natuurlijk wel doen.